volgend jaar. Hallo. Ik was weer zo dom om de microfoon aan te laten staan. Meneer? Ja, collega. Zou ik buiten willen? Ook hoorde ik hem net. Oh, ik heb hier stukje gevonden. Nee, dat is gewoon een hele hoge toon. Ja, die. In harde, mijn auto staat niet hier, dus ik moet eventjes een stukje rennen. Het is goed voor de conditie van het blokkenpark rennen. Ik hoop dat hij in de garage staat, anders moet ik naar de impound gaan. Dat is nog verder weg. Een taxi bellen. Ja, dan kan ik beter een taxi bellen dan. Ja. Mooie blokkenpark, maar wat is dit? Chihuahua hot dogs. Oké. Okay. Kunnen we hot dogs kopen? Een stukje. En dan kunnen we hem uit de garage pakken, hoop ik. Oh, je hebt hier een hele mooie bioscoop. Theater of noem je dat? Ik hoop niet dat hij op de garagedeur staat. Garage ingaan. Ah, hij staat in de garage, dat is fijn. En waar hangt Julian uit? Ik ben op het moment de stad in aan het komen. Ah. Strakjes gaan we nog in dienst als AMB. Maar je moet dadelijk, als je de wijnshop wilt doen, moet je wel eerst naar het UWV gaan. Oh ja, nou ik ben nu een of andere chauffeur van geldtruck achter iets. Oh, brengt. Ja. Oh. Ik wil eventjes wat uitzetten hier. Maar volgens mij verdien je dat niet echt geweldig veel. Zo.
even push to talk aanzetten. Takmuziek. Verminder uw snelheid. Ja, dat zullen we doen. We staan in ieder geval weer genoeg auto's kapot. Oeh, dit is een mooie GTA hier. En een RX-7. Wat gebeurt hier nou, hè? En nou komt het leukste foefje. Kijk, de motor loopt nog gewoon. Ik pak heb ik misgedaan? Afstandsbediening. Oh, is dat zo? Ik heb mijn motortje uitzetten. Hier komen we. En hij staat goed. Waarom moet ik hier komen? Oh. Veel succes. Auw! Wat slaat dat op? Ik heb geen idee. Nou ligt mijn bril en mijn hoedje op de grond. Lekker bezig. Kijk, ik heb een vogel. Goeie jongen. Dag Marleen. Hoi. Oh jee, stop. Ga weg. Ik ben zo terug. Jo. Lekker aan het vegen, meneer. Hier krijg je ook taakstraffen, Julia. Hier is nou een op het blokkenpark, is nou aan het vegen, als taakstraf. Oef. Welke server is erbij? Ben je naar een nieuwe server gegaan? Dit is Westduin. Ben je naar een nieuwe server gegaan? Mhm. Je zit maar in Roeveen. Daar gaan we het nog niet over hebben. Ja. Ik heb de bodycam aan staan. Ja, nee, prima. Wacht. Ik bedoel, als je het überhaupt niet wilt vertellen, moet je het niet doen. Dan heb je het zelf ook. Buiten de stream heb ik daar geen problemen mee, maar tijdens de stream doe ik dat niet. Oké, moet je doen. Ik snap het wel. Boyd kan dat ook, toch Boyd? Ja, het klinkt wel lekker gezond hier. We got drums. We got drums and bass. Oh ja, ik wil een auto openmaken. Unlock vehicle. Dan kunnen we instappen. Ben je al in de stad, Julian? Zekers. Waar bent u? Zekers. Ik sta bij Brinks. Bij Brinks, kom ik je ophalen, is hier vlakbij. Gezellig. Oh. Even kijken, we hebben hier een onkelagent. Ik sta tenminste hier in een of andere kluis of zo. Ja, dat is het. Flitspaal moeten we oppassen. Hier is Brinks, geloof ik. Ja. Nee, ik weet niet hoe ik hier uitkom. Ik zit vast. Help. Een lift of zo? Bij Brinks zelf, of de... Ik ben daar beneden waar je die voertuigen op moest halen. Oké. Okay. Meestal, dat denk ik. Ja, daar in de buurt. In hetzelfde gebouw. Ik ben al beneden in dat vak. Ah. Nee, ik weet niet echt hoe ik hier uitkom. Oh ja, ik zet even mijn auto dicht. Even kijken of ik je ook kan vinden. Oh, ik heb nog een... Ik
Ik heb nog een kerstoutfit aan. Kerstoutfit? Ik ben niet toen rond de kerst ben ik hier voor het eerste keer heb hier gekeken. Een deur op hier? Nee. Je kan in ieder geval niks open, dus ik zou niet weten hoe het bij je moet komen. Nee, ik ook niet. Ik zal even kijken of ik een report kan sturen. Ja. Ik heb ook opeens een ander hoofd gekregen, dat vind ik ook wel raar. Voor mij hoort dat niet. Ah, ik moet zo meteen naar de winkel, ik moet eten en drinken halen. En dat zal ik ook nog wel moeten. Ah, ik heb nog 10 broodjes, dus ik zal even eten. Ik ga bij het UWV. GTP door een opeten. Oké. Okay. Het is vlakbij de ANWB. Ja, daarnaast geloof ik. Mm-hmm. Dan zal ik meteen even kijken of ik hier wijn niet op kan. Ik ben gekikt. Ik ben Michael even real op. God nee, ben ik hier ook al wel zichtbaar. Dan haat ik wel even echt zit zo. Waar ik mijn eigen persoonlijke flatbed heb. Dat is echt wel fijn hoor. Ja, dat snap ik. Alleen moet je niet zo dom zijn wat ik te straks was. Dat ik per ongeluk mijn eigen voertuig in beslag neem en dan kon ik naar de impound gaan rennen. Kijk nog niet uit, zappen. Ja. Lock vehicle. Wat dan? Is er wat mis mee? Ja. APK'tje heb ik ook op mijn auto. Tot 4 maart, geloof ik. Doordrinken en op gebruiken. Nieuw kleurtje. Deze. Eén optie, dat is een neon bandenrook en kleur. Top. Kost u 400. Dus je hebt 5 opties veranderd? Nou, volgens mij zijn het er 3, maar ja. Ja, maar dan kan je niet op 1 optie zetten, want dan kan je alleen voor bandenrood doen. Snap je bedoel? Deze Audi heb ik straks op 3 gegeven. Komt er niet boven de 4 en 5. Zeg maar een uurtje hoor. Dan kom ik toch officieel op 3. Verrek. Ik heb u het volgens mij 1 optie. Ja, als je 5 in het rek. Nee, sure. Bij ons is zo 2 tot 5 opties. Nee, ik leg het uit. Bij ons is zo 1 optie is 200. Met het rode jasje. Ja. 2 tot 5 opties is 400. Nee, volle pakket is 1000. Oh, hey, dat je alles maar kan verlangen wat je wil. Is goed. Nou, doen we gewoon die 2 tot 5. Dan geef ik gewoon een factuur. Zo. Yo. Top. Als goed is hij los. En ik woon nog zometeen een poetsbeurtje als ik kan. Een poetsbeurtje.
Ik heb al betaald. We hebben een kermit in de stad. Lukte Julia? Ik zou nu weer ergens bij de AWB moeten staan. Ik ben nog aan het inladen, geloof ik. Ik sta nou voor de ingang van de UV. De ingang van de UV. Mijn auto staat bij de AWB geparkeerd. Als ik nou weer onzichtbaar ben, dan wordt het er niet. Wordt weer gewoon meteen gekikt. Ik kijk niet eens even de tijd om te kijken of ik onzichtbaar ben. Mm-hmm. De bike al even niet. Nou, dan niet. Sorry. Nee. Mm-hmm. Met de stream zonder mij. Mm-hmm. Dan zullen we de auto maar gaan parkeren en dan gaan we in dienst. Ja. Ja, waarom staat mijn auto nou helemaal zo scheef? Even weer goed. Hoeveel betaal ik voor een beetje lak? Meneer? Wel, maar we omgaan naar het PC. Yes. Nou, succes. Nieuw. Dan ga ik er ook van door. Nieuw. Doei. Doei. Later. Doei. Hé, hey, er is hier blijkbaar een motor ontploft en er zijn hier 1, 2, 3 doden. Moet oh, wacht, hier is iemand. Naar 1 en 2 melding gaan? Nee, dat gaat dan. Oké. Okay. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Is er nog iemand die, of is er nog een melding die ik moet doen? Het is een valse melding. Valse 1 en 2. Copy. Moet ik de nieuwe melding pakken? Is weer een valse. Is weer een. Nog een 1 en 2 melding. Ja. Ja, Nick gaat daar wel naartoe. Is die 249 al gedaan? Dat weet ik niet, dat vroeg ik net. Yeah, what the fuck gebeurt hier? MBB onderweg. Ik pakken? Jij mag even bij de dingen blijven. Oké. Okay. Jullie geen problemen meer dat ik mijn bodycam aan heb? Nee, dat is geen probleem meer normaal gezien. Oké. Okay. Als ANWB'er mag je dat. Is er iemand naar die e-mail? Ik ben naar 249. Ja, er is weer een nieuwe. Is er weer een nieuwe? Ah ja, die mag je doen, ja. Oké, okay, ga ik dat doen. En er is elke melding bij ANWB zelf. Is er iemand bij ANWB zelf? Ik ben bij de ANWB. Ja, dat ben ik. Ja, op die afrit. Ik ben in die laatste 1-2 melding. Ja. Bij de... Waar dat puin ligt, daar staat er enige off-road. Okay. Ja, maakt niet uit. Die zal ik wel even pakken. Geen no probleem. Hallo, ik heb dus straks 2 vacuüs. Collega, wat bent u aan het doen? Ik?
Ja, je vliegt door de lucht heen. Nou, ik zit gewoon in mijn vrachtwagen. Ja, die zie ik niet. Ik ben even niet beschikbaar. Ik ga even kijken of dat gaat fixen. Oh, ja, dan heb ik hetzelfde probleem. U glitst een beetje in de grond. U valt in de grond. Ook nu nog dan? Hey, Gappie! Val ik nog steeds op de grond? Nee, nu niet meer. Oké, pak ik opnieuw mijn voertuig. Was er nog een melding die ik moest pakken? Anders? Zie je mijn vrachtwagen nog? Ik heb twee factures waar ik niks van af weet. Kunt u mij ja, dat kan. Dat weet hij wel vanaf. Hij heeft geen zin om twee factures te betalen waarschijnlijk. Nee, dat denk ik ook. Nou, dan pak ik wel gewoon mijn voertuig. Hallo, er is een ongeluk gebeurd. 1-2 melding. Ja. Had u net een voertuig? Wat blieft? Zat u net in een auto? Ja, mijn flatbed staat daar. Ja, ik zie alleen de busje staan. Maar zodra u in een voertuig gaat zitten, dan zit u bij mij in de grond. Alweer? Ja. Dan ga ik weer opnieuw pakken. Dat is al de tweede keer maar in. Parkeer in de garage. Open garage. Kijk maar, ik zie hem. Ze zeggen 3 keer een scheepsrecht. Anders moet ik eventjes opnieuw de stad binnenkomen. Of het lag er niet meer, dat kan ook. Kijk, je vliegt ook. Nou, u niet gevlogd. Collega, zie je mijn flatbed? Ja. Mooi. Is het toch alweer opgelost, Marleen? Hé, daar rijdt gewoon een taak over naar AMB. Dat is vet. Dankjewel voor de follow, Marleen. We staan niet op je auto, joh. Nee, er staat hier geen auto. Nu hier in de deuk. Collega's, ziet u een auto? Nee. Nee, ik wil even je auto weghalen, dan ga ik hem even naar de garage. Dank u wel.
neer met deze Royal, toen gaan we even naar binnen voor apparaat weer, ja? Is goed. Ja, dan heb je het nou wel gedaan, Amalien. Maak je ook kans op een game, hè? Met 200 followers, geef ik er eentje weg. Kijk, dit is de mooie ANWB. Hier doen wij dus... alles aan bodyparts, reparaties. Ja. Oh, ik wacht weer op het werk. 1 en 2 melding. Oh. Ik ben al op de weg. Zo, je kan maar vliegen volgens mij, hè? Jopie, rij mee. Als Rijkswaterstaat. Dan is hij nou een toeteren. Dan moet ik van kleding veranderen. Waar ben jij op het moment? Zeg u eens, meneer. Wat gaat er? Kan ik even mijn auto laten spuiten hier zo? Zeker kan dat. Ziet u mijn auto nu wel? Een zwarte Lamborghini, klopt dat? Ja, ja. Ja, dat zie ik hem. Maar je mist een deur. Je was met mij aan het praten, man. Maar even, mee, even wacht, man. Ik was hier eerder dan die man, maar hij was gebeurd. Dus ik moest er nog gaan weg, man. Ik denk dat je bent. Hij gaat het doen. Meneer, uw stem hapert, hoe komt dat? Bij mij hapert zijn stem ook. Hoeveel followers ik nou heb? Ik geloof 148 nou. Dus als je nog mensen weet. Oh. Hey bro, ga je mijn auto nog spuiten? Nou, als je niet zo vriendelijk bent, dan sla ik je over. Is het zo beter? Sorry man. Maar ik kan die auto spuiten, ja? Hey, graag man. Oké, okay, als hij dan even uitstapt, kan ik hem naar binnen rijden. Heeft hij ook al een voorkeur qua kleur? Zwart met paars. Zwart met paars, oké. Mijn OBD-stekker werkt niet. Ja, mooi. Ja. Hij wil hoofdkleur, dat is zwart. Deze kleur, meneer. Waar is meneer heen nou? Meneer, deze kleur zwart? Ja man, is prima. Oké. En de andere moest paars. En paars. Deze? Juist. Ja, oké. Nog iets voor u, meneer? Heb je misschien een beetje geld? Daar is ook. Geld? Ja toch, bro. Nee, dat heb ik niet, meneer. Oh my god, ik ben straatmuzikant. Ik kan breakdance voor je en zo. Moet ik voor je rappen? Nee meneer. Zo. U krijgt van mij een factuurtje voor 200 euro. Zo. Ah, je kunt wel goed dansen meneer. Dankjewel, ik rij hem even naar buiten voor u. Lekker feestje bouwen. Yo, is goed Marleen, fijne avond. Ja meneer, zegt u het maar. Hoort u mij? Ja, zeker hoor ik u. Heeft die man daar binnen al wel betaald? Die heeft van mij een factuurtje gekregen, ja. Oh, dus, Oké, ja, nee, dat dacht ik gevraagd even. Graag een reparatie, een nieuwe deur, alsjeblieft. En ja. Mijn motor rookt een beetje en graag even wassen. Aanwassen, oké. Okay. Dankjewel, dan rij ik hem even naar binnen. Yo. Wacht, ik moet even wat tegen die meneer zeggen. Yo.
Meneer, let u wel op, uw auto staat buiten open en kan ik niet afsluiten. Ik ben hier aan het optreden, meneer. Ja, oké, maar als dadelijk uw auto gestolen wordt, dan is het niet mijn probleem. Ik ben Stanley Groentak. Heb je niet van me gehoord? Van Stanley's Marketplace. Nee, niemand kent u. Hé, hey bro, wie denk je dat je bent? Kevin El Camino. En jij bent Nick. Zo. Instappen. Oh. Dan gaan we nu deze kant. Poetsen voor meneer. Dank u wel. En hoeveel gaat dit kosten, meneer? 350. 300 euro, meneer. Oh, deze kost het toch altijd 250? Motor kapot, maar geen lampje brandt, dus 300. En heeft hij nog geluk, want die deur lag ook eruit. Ja. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ik krijg hem even naar buiten voor u. Doet u ding. Hallo. Kan ik u helpen, meneer? Ja, reparatie. Reparatie. Was er kapot aan? Ik weet niet. Ik hoor rookgeluid, maar ik zie geen rook. Maar ik wil even zeker reparatie doen. Zeker, snap je? Ja, dat begrijp ik. Oh, ik zie wel rook achter. Sorry? Hier achter bij de kofferruimte zie ik rook. Oh, ik zie geen rook. Oeh, zelfs mooie verlichting in de auto. Tuurlijk, altijd. In de auto, dat is niet de bedoeling. Moeten we maar een keertje instappen. Dankjewel. Nou, dan krijg je een factuurtje van mij. Alsjeblieft, meneer. Kijk eens. Dank u wel. Fijne dag, meneer. Fijne dag, meneer. Wat zeg je allemaal, jongen? Je kan weer terug, je bent onzichtbaar. Gas, je vrachtwagen is bugged. Je mag weer omdraaien. Weet je waar ik zie, Sydney? Beam. Ik kom ook niet meer terug, fuck jou. Laat een beetje op jullie woorden, de bodycams dan. Je wat? Hey, heb jij al geabonneerd op mijn kanaal? Moet ik de laatste melding nog pakken? Of is die er allemaal bezig? Ben je mijn stem nou aan het opnemen? Nee, dan is hij stil. Wie ik? Je kan de laatste melding pakken trouwens. Ja. Ben je lekker mijn stem aan het opnemen? Met de bodycam bedoel ik dat er een livestream loopt. Van jou? Ja, van mij. Is die 1-2 melding, is die al gedaan? Wil je mij volgen? Waarschijnlijk wel. Oké, mooi.
Oké, daar ga ik daar niet heen. Mensen van de stream, zelfs het ANWB leven. Is het eentje op de snelweg namelijk dus. Goeiedag meneer. Die is al gedaan toch? Goeiedag meneer. Kunt u mij helpen? Ik moet even sneller wc. Waarom ken ik u verdiend zijn? Deze auto repareren en ik wil iets kleins aanpassen aan mijn kleur. Oké, ja dat kan, dat is mogelijk. Oké. Dan zullen we hem eventjes naar binnen rijden. Wat wilt u aanpassen aan de kleur, meneer? Oh, een ander kleurtje er doorheen. Snap je wat ik bedoel? Zo, elke een tweede kleur er doorheen. Paramour. Ja. Probeer eens wit er doorheen te doen. Oh. Is goed, dat gaan we eens proberen voor u. Even zien of het mooi is. Ja, echt hè? Ja, doe maar wit, meneer, dit. Deze? Ja, doe maar die. Oké. Okay. Ja. Ja, oké, okay, die zit erop. En repareer alsjeblieft. En reparatie, oké. Okay. Ja, dat zal. Oké, meneer, dan krijgt u van mij nog een factuurtje van 500 euro. Dat is 300 voor de reparatie en 200 voor de kleur aanpassen. Ja. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. Dan rijd ik hem even naar buiten voor u. Ja, dank u. Werkste meneer. Ja, hetzelfde meneer. Fijne dag. Dankjewel. Ik niet eens. Wat? Oh, ik denk, gast, waarom ga je in deze flatbed spannen als de mijne er al staat? Ah ja. Zeg hem dus niet. Hele kaai, joh. Wordt iemand hier vol aangereden? Flatbed nodig. Weet je waar we wel vies van zijn? F8. Even kijken. Ik kom eraan. Jopie. Staat er nog een melding op ergens? Jopie, ik kom eraan. Ik heb de onderste gepakt. Moet met spoed of gewoon normaal rijden? Ja, misschien is het netje wel. Jopie. Ik zou niet met spoed rijden, denk ik. Ik bedoel, in principe, ik ben geen Rijkswaterstaat, dus jij wordt er wel. Ja, Jopie. Ja, hij hoort je niet, vriend. Dat wist je wel. Het zijn er veel NPC's, of ligt het aan mij? Ah. Ja. Ach, ik krijg gewoon de. Maar, even kijken hoor. Lekker rijden en zo. Hier ook een muur. Dan ben ik onderweg naar de ene laatste melding. Maar Daniel. Ja. Ik wist niet dat jij mijn stem mocht opnemen zomaar. Ik heb van tevoren gevraagd en dat was geen probleem. Aan wie? Hier in algemeen in het kanaal. Oh, misschien was ik toen gemuurd. Ja, ik ga niet 20.000 keer vragen, hè? Nee, tuurlijk. Ja. Misschien moest je het even in je naam zetten of zo. Dat is, ja, het rode bolletje voor mijn naam, meneer. Ja, maar ik weet nog niet wat ik moet voorstellen. Ja. Het rode bolletje staat dat ik het livestream ben. Als je op je nult helemaal uit elkaar komt, ja? Daniel. Ja. Hey, wie rijdt hier met de flatback? Wat nu? Wie rijdt hier met de flatback?
Waar ga je heen? Naar de melding. Niet naar die. Dankjewel voor de follow, Beam Games. Ja, oké. Welkom op de stream. Ik ben hier. Ik ga hier heen. Jeetje. Ben je niet overbeurd? Ja. Skip je dit nou? Wat skip ik? Dat was kwam me net in beeld. Ja, dan moet je luisteren. Ik hoor het toch niet? How to unfollow a twin. Nee. Ik zeg niet. Abonneren kan dat? Abonneren, subscriben kan je altijd. Ja. Maar ik zeg net welkom to de stream Beam Games. Dus ja. Er zijn er vertragingen hoor. Ja, ik kan wat praten met zo'n daarop. Knieën uit. Ik voel me echt tof, ik sta gewoon in beeld. Ja. Heb ik vroeger zo vaak gehad. Hey Daniel, dat hebben we gezien hè, je gaat even delen. Oh, dat zijn Chupitos. Wat? Dat zijn Chupitos. Van Cheetos. Of hoe heet die dingen? Dat zijn die kaasdingen. Oh, je moet gewoon chips, zeg dat man. Ja. Maar ik hoorde die ging delen. Daniel. Ja. I don't mind als je even door rood rijdt, maar. Ik zeg dan even. Je moet toch een beetje de goede dingen laten zien, hè? Nee, tuurlijk, nee, maar ik bedoel, als er toch helemaal niemand is. Like, meestal moet je even om je heen kijken als er echt niemand in de buurt is. Die geen NPC is, dan ja, meestal heb ik de bad luck dat er elke keer iemand in de buurt is, dus ja. Ja, dat heb ik dus nooit. Ik ben wel een keer de staflid, maar. Oh, dat is ook wel een pokken aan het rijden naar die persoon, zie ik. Ja, die is een sound. Ja, daarom zei ik van, doe je ogen maar dicht bij de stoplichten. Oh ja, en ik zeg het alvast, ik weet niet of je al doorheen bent, want die leest niet heel lang. Er is een flitspaal bij. Hoe heet het? Op de snelweg. I know. Oh, sorry hè. Het staat, ik zie het op mijn GPS. Ja, maar misschien had je het zo druk met je chat. Nee. En zo hard rijdt dat ding ook niet op de snelweg. Ik geloof, je mag 130 hè. Nee, het is ook maar. Oh Daniel, er staat ineens wat in je chat, man. Rustig aan. Ja, dan vraagt degene die bij zelf bij de AMB zit. Grapjas. Hey, jongens, kan iemand, verder helpen klanten? Met? Nou, met het, met geld en hulp, pakken en zo. Om daar zo mee gaan. Oh, je bedoelt gewoon iemand die met je even overneemt? Ja. Ja, ik ben eigenlijk gereeds kwit, sorry. Hoezo? Ik pak helemaal dat vervelende flatbed ding. Ja. Ik ga dus naar de melding. Ja, sorry, we kunnen je niet zien. Keer maar om. Ja. Oh, kom ik naar die melding, staat er een flatbed hier te repareren. Zo iemand. Oh, Daniel. Ja.
Oh, dat is echt... Ja, maar dat is gewoon sad peppen. Shit happens, we hebben pech gehad. Komt alweer een nieuwe melding. All around me. Ja. Dan rijden we weer terug naar de stad. Ja, is goed. Loop die date even een flip. Ah, het is eigenlijk wel handig dat je zo'n rood bolletje bij je hebt. We zijn er weer, Jopie, ik weet niet waar je bent. Ja, ik was even op een veilige afstand aan het kijken hoe dat jij aan het tanken was. Jopie, kan je even een overnemen? Ik moet daar. Maar wat is met mijn rood bolletje? Hey? Wel dat het handig is dat je live bent en een rood bolletje. Ja, ja. Ik weet niet, Mitchell, ik ben nu niet bij de kazerne nog niet. Oké, okay, laat dat maar. In de keuken wel. Waarom zit het nu zo hard? I don't know! Dankjewel, dat waren mijn oren voor vandaag. Ik gebruik mijn geluid als harde staan. Oké. Okay. Hier staat een politiewagen tegen het verkeer in. Met een ambulance ernaast. Ik denk dat ik deze weg opzet, ik even op. Nathan, moet ik hem overnemen? Nou, dan rijden wij verder. Wat doet deze vrachtwagen? I don't know. Meneer de agent! Kan ik u nog ergens mee helpen? De agent op haast. Dat is, ja, dat niet. Jopie, kon jij er wat van maken? Nope. Hij zei iets met auto's of iets. Ah, wat een chaos. Ik ook niet, ik ben er heel goed verder. Oh. Er is een motorhead hier. Dat is vaak niet goed. Nee, dat is niet. Tokus, wat is dit? Tokus, heb je nog een specialiteit erbij? Tjonge, waarom gebruik ik? Dat levensgevaarlijke pakket is dit. Ja, dat zou ik wel. Ben dit AMWB? Een zwarte RS6? Poortje maken, man. Dat is beter voor jezelf. Je weet nog wat... Ik wou zeggen, dat is een van je collega's. Oh, hier staat een politieauto dwars op de weg. Maar je hebt het overleefd. Ik zie dat uw been nog niet geprijzeld is. Welke been? De derde? Het is dat ik deze agent ken. Nee. Ja, dit is trouwens wel de laatste melding die ik kan pakken. Ja.
Oh, ik ga tot dood, Willy. Goeiedag, meneer. Dat is Stanley, je weet toch. Mijn auto is kapot. Gemaakt door zo'n meneer. Oké. Ja, dat is van ja, man. Kan je even kijken naar mijn auto? Rijdt hij nog een beetje? Nee, man. Met hij is kapot. Oh, want hij staat echt midden op de straat. Dat is waar. Ja, gelukkig komt er niemand langs, hoor. Hey bro. Ja? Zal ik even een dansje voor je doen, anders? Terwijl je aan het werk, bent. Moet je zelf weten, meneer. Ik ben Stanley. Ja, Stanley is uiteindelijk toch alles goed gekomen. Doe je nog een mooi dansje erbij. Ja, dank u wel, meneer. Dank u wel. Volgens mij zijn al je spieren weer helemaal in orde. Meneer. Heeft u niet een kleine aanbetaling? Want staat hier wel te genieten, weet je, maar. Ja, meneer. Ik zie geen geld. Alsjeblieft, een factuurtje van 800 euro. Wat vond je daarvan, meneer? Ja, het was wel een mooi dansje. Oké, hier ga ik er vandoor. Komt u mee in de auto, anders? Geef ik je een lift? Nee, mijn auto staat hier. Komt u maar, meneer. Meneer. Zo de... Inderdaad, Ron. Oh, volgens mij heb ik het goed. Nee, nog niet. Oh, wat is het? Oké, dat zal wel. Ja, dat gaan we niet hier tijdens de stream uitleggen, Ron. Dat wil ik rustig wel een keer uitleggen, maar dan via Discord. Vol de rood, die persoon. Je hebt mijn naam, ik hoor het wel van Troeven. Ja. Het is hier best druk in de stad, hoor. 81 mensen zitten er momenteel. Oh, was ik niet op het laten. Niel is ook weg, dus. Welke kleur? Ja, oké. Oh. Ja, is goed. Dit is wel lekker hoog. Weet je wanneer die nog mooier is? Wanneer? Als die roze is. Hallo? Mooie AMB station.
Holy heel kaas. Misschien zo snel heen. Nu wie? Yep. Kijk, hier ben ik nog niet ervaren genoeg voor. Deze hier ook niet. Ik ben stagiair, ik ben pas gistermiddag aangenomen hier. Maar ik heb een tijdje niet zoveel plezier gehad als hier. Vanmiddag ook, kom in de stad. Ik ben in dienst en ik ben gewoon echt letterlijk een uur één stuk bezig geweest hier met klanten tevreden te stellen met bodyparts. Hier doen wij alleen maar bodyparts en auto's en motoren zo maken. Je hebt nog een aparte quickfit voor te tunen. En na een uur kon ik eindelijk mijn flatbed pakken en dan kon ik meldingen buiten de stad gaan rijden. Ja, vind ik ook alleen maar beter. Zo wordt het. Goedenavond Bram, welkom op de stream. Politie op Westduin, ja mooi. Ik ben AWB sinds gisteren. Hallo. Goeiedag meneer. Zijn we auto kunnen repareren? Dat kan zeker. Wat is er mis mee? Ja, gewoon wat deukjes. Wow, wat deukjes. Die Tesla is van u? Jazeker. Maar dit is een mooie stad. Heel veel dingen te doen hier. Moeten we weer instappen? Oh. Goedendag. Goeiedag Jopie. Hey Richard. Ik ben er weer eventjes. Hey, wat heb jij op je hesten gegooid? Okay. Ja, dat hebben jouw collega's meneer, gedaan. Hij is gerepareerd. U krijgt nog even een factuurtje van mij. Maar ik heb niet echt een paal voor. Kan jij er een mooie kleurtje op zetten? Iets van een paal met een soort parelmoertje omheen ofzo. Ja, geef mij uit. Ja, top. Stap ik even uit voor je. Alsjeblieft. Moet je ook mijn ID zien? Of, Nee, ik ken je ondertussen wel. Hij is toch helemaal niet. Dank u wel, meneer. En dan wens ik je een fijne dag verder. Ja, je hebt een fijne dienst. Ja, dank je wel. Oeh, is dit dan? Oh, dat is een Aston Martin. Mooi dingetje. Oh, nog twee, dan moet ik naar die melding. Niks gedaan. Ja, nee, het is niet dat ik je wou beledigen of zo. Hey Chief, ik ga naar de laatste melding, hè. Is goed, man. Oh, wat is dit? Weer een stukje rijden. Nou ja, maakt niet uit. Hebben we wat te doen. Ja. Jezus.
ik later hier. Kom, gordel om. Goed zo. Ben je al lang bij de politie, Bram? Toen waren we weer de enige twee. Ja, klopt. Vanmiddag was het echt druk. Ik ga wel onblijven, voor deels ook voor jou. Want eigenlijk had ik ook nog even zin om gewoon rond te rijden, maar dat heb ik deze middag al gedaan, dus ik heb zoiets van. Ja, vanmiddag was het echt heel erg druk. Ik kom in de stad, ik klok in. En ik ben ook gewoon letterlijk een uur bezig geweest bij de ANWB. Iedereen helpen voordat ik eindelijk mijn flatbed kon pakken en door de stad in kon gaan rijden. Hé, hey, maar ik wil je niet al te veel veren in je gat steken, maar ik heb al heel wat complimentjes over je gehoord, just saying. Oh, dankjewel. Ik doe mijn best. Ja. Laten we zeggen dat ik veel complimentjes heb gehoord en dat een goede sfeer is voor mij. Want de mensen die ik aanneem, hoor ik meestal... Allee, de mensen die ik met alle plezier aanneem, onder andere jij en Beam, zijn twee mensen die ik met alle plezier heb aangenomen en een geweldig gesprek mee gehad heb. En ook alle twee samen heb opgeleid. Wel, die twee mensen, jij en Beam dus, krijg ik altijd te horen van, oh ja, die doen het zo goed en dit en dat en complimenten daarnaar en dadadada. En dan heb ik zoiets van, yes! Dat doe je toch nog goed, hè? Ja, blijkbaar wel. Ik ben zelf niet echt zeker van mijn CEO zijnde, maar blijkbaar krijg ik toch wel goede feedback. Dus. We blijven gewoon ons best doen, dus dat komt er vanzelf goed. Ja, ik hoop toch wel, ja. En de derde CEO is ook terug tot leven gekomen, dus... Wat zijn die witte cirkels eigenlijk op het wegdek? Want hier is een complete opstopping hier op de snelweg. Wel, die witte cirkels zijn snelheidszones. Alleen Rijkswaterstaat en politie kan dat. En dat zijn de snelheidszones van zo snel mag je maar rijden, maximaal. Oké, ja, hier staan ze dus letterlijk gewoon stil, hè. Dus ja, ze zijn vergeten op te heffen ofzo. Want hier staat ook een Ferrari kapot nou op de weg, die moet gaan helpen. Een hele goede dag, meneer. Goeiedag. Wat is er gebeurd? Hoe moet ik dat zeggen? Er tovert zomaar een auto op mijn netvlies. Met al die nieuwe inwoners, als je snapt wat ik bedoel. Ja. En doet hij nog iets? Nee, helemaal rood, helaas. Oké. Ja, ik zie dat je met twee man bent. Dan kan ik hem beter even hier repareren. Anders had ik hem met u meegenomen naar de ANWB toe. Maar dan moet er iemand achter blijven, dat lijkt me niet zo verstandig. Nee, inderdaad, ik blijf liever bij. Oké. Zo. Meteen uitgedukt voor u. Zo, dan is hij weer gemaakt. Krijg je van mij nog een factuurtje? Ja, doe maar. Dat is €800, want ja, hij brandde een rood lampje, dus hij was eigenlijk tot los. Ja, misschien was het gewoon dat dashboard dat een beetje een klap had gehad, hè, wie weet. Maar ja, hij is nou weer gemaakt, dus u kunt weer uw weg vervolgen. Dank u wel. Oké, fijne dag verder. Fijne dag.
kijken of er nog een melding is. Nee, telefoon. Het is nog verder op de snelweg. Meter, dat zijn op de locatie. Ik ben benieuwd wat voor auto we nou moeten gaan repareren, of motor, dat kan ook. Ja, we staan weer aan de overkant. Oh, een DHL busje. Pionnetjes heen, meteen naar de zijkant. Goeiedag meneer. Wat is er gebeurd? Hallo? Goedenavond. Goedenavond. Kunt u mij vertellen wat er aan het probleem is? Ziet u dat niet? Ik zie dat hij rookt, maar hoe komt dat? Een paaltje niet zo goed. Ging niet zo goed met het paaltje. Okay. Nou, dus kijken wat er aan de hand is. De motor gaat niet meer aan. Ja, het rode motorstoringslampje brandt. Dus het gaat een kleine 800 euro worden, meneer. Kunt u dat maken? Jazeker. Wanneer moet ik eigenlijk nou een auto afslepen? Want ik sta hier een DHL-busje te maken met op de snelweg. Wat zeg? Ik zeg, wanneer moet ik een voertuig afslepen? Want ik sta hier een DHL-busje te repareren met op de snelweg. Ja, dan als hij geen melding heeft gemaakt van ongeval of 1-2 melding, doen we meestal niet aan wisselen. Dat is nieuw, dank je wel. Of als de auto met expert op alles zijn. Yes, en daar mag jij dan zelf in. Ja, hij had gewoon gestuurd dat het ding kapot was, maar ja, dat is een erg vriendelijke meneer. Want hij stapte meteen in toen ik hem gemaakt heb, daar heb ik nog snel de factuur kunnen geven. Ja, daarom dat we het altijd zeggen, eerst factuur. Alleen niet slecht bedoeld, hè. Nee. We hebben een paar mensen die niet graag betalen. Daarom dat die regel er ook gekomen is. Kun jij trouwens ook zien, weet het, wie die factuur heeft gegeven? Nee, kan ik niet. Oké. Het is eigenlijk maar meer de bedenking voor de collega's. Holy shit, dat was kort geweest. Oh nee, dat bedoelde ik mee, weet het, dat je dan kan zien of hoeveel iemand actief is dan. Ja, nee, ik merk dat. Dat ik heel vaak zelfs gewoon zit te sneaken op Discord om te kijken van, wie is er online?
kon ik met mijn flatbed ook gewoon tanken bij de ANWB. Oh, hij is gemuild. Ja, sorry, ik ben bezig bij de kazerne. Okay. Kan ik met de flatbed ook tanken bij de ANWB? Dat kan. Oké, want ik heb nog maar 25%. Je kan ook bij elk ander tankstation tanken, maar daar niet van. Ik heb al twee keer de fout gemaakt dat ik mijn eigen flatbed in beslag nam. Weet het, kon ik weer rennen naar de import. Ken ik helemaal. maar ik moet even achter. Yep. Cool, er brandt zelfs een benzinemeetlampje. Ja. De komende week gaat hij al gesprekken, dan gaat hij al problemen krijgen, joh, geen stress. Yo. Goeiedag, meneer. Bas. Kan ik u helpen? Ik heb even mijn auto voor. Wat kan ik benieuwd? Heb je nog dingetjes nodig? Ja, eigenlijk wel. Sorry. Als je erover begint. Ik heb 90. Oh, ja, is goed. Een nieuwe lamp. Zullen we eerst even dit even afronden? Uw stembanden haperen, meneer. Ik hoor helemaal niks. Wat zei je? Uw stembanden waren het haperen, ik verstond u niet. Hoor je me nu wel of niet? Ja, nu wel, ja. Oké, kan je mijn auto even. Op mooi maken?
Welke auto? Welke auto is dat, meneer? Volgt u maar. Ik hoef niks te fixen, man. Ik heb mijn auto al veranderd vandaag. Ziet er nu dik uit. Deze auto, deze hier voor me. Ik wacht wel. Oh, dat is wel een mooi dingetje. Is goed. Ja, dank je wel, man. Wat is het probleem dan mee? Stuur maar bericht. Zij moet gerepareerd worden. Nee, niet gerepareerd, mooi gemaakt worden. Mooi gemaakt worden, oh, je wilde ja, ander kleurtje, mooie nieuwe lampen. Oké, ja, kom die man mee naar binnen. Banden. Ja, is goed, man. U hoort mij? Ja, ik hoor u nu. Mooi. Even kijken, body parts. Dan beginnen we met de achterbumper. Ja, is goed. Dan hebben we een carbon race diffuser. En een normale race diffuser. Oké, wacht, kunt u even bij het begin doen? Bij het begin even, want ik kon het niet goed zien. Ja, dit is standaard. Ja. Dan hebben we deze. Ja. En dan hebben we deze. Dat zijn we de laatste, zeg maar. Dat ja. Zetten. Ja, doe maar die maar erop zetten, ja. Oké. Dan hebben we het dak hebben we niet. Grill is er niet. Kooi niet. Dan hebben we de motorkap. Ja. Dit is standaard. Ja. Een dubbelstripe. Ja. Single stripe. Doe maar dubbel. Ja, juist. Side skirts. Daar hebben we er een aantal van. Ja. We hebben deze. Ja. Deze. Ja. Deze. Ja. Dan hebben we een wit. Ja. Dan is weer eentje. Dan weer één. Dan heb je de competition skirts. Oh. Ja, ga. Ik heb nog een van die? Of ja? Ja, race skirts en secondary skirts. Doe maar die zwart. Ja, die. Juist. Die. Ja, die. Oké. Okay. Perfect. Dan hebben we spotbord links. Oh, ja. Dat zijn de spiegels. Spiegels, ja. Hele kleintjes. Ja. Dat zijn camera-spiegels, zeg maar, man. Mm-hmm. Die. En die. Ja, doe maar gewoon die camera-spiegels, man. Doe maar. Oké. Okay. Is goed. Ja, is goed. Spabbelt wijs hebben we niet. Spoiler. Ja, laat eens kijken. Ja. Nee, wacht, nog meer, hoor. Jezus. Ja, die is overdreven, ja. En ja, hebben we die? Deze hebben we. Ja. Verder. Deze hebben we. Verder. En deze hebben we. Doe maar één terug. Deze? Ja, deze. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we de uitlaat, die hebben we niet. Nee. Voorbumper. Het zijn er een stuk of zes. Oké, is goed. Dan komt de eerste. Ja. De tweede. Ja. Derde. De vierde. Ja. De vijfde. En de zesde. Doe maar eentje terug. Deze? Ja, deze ja, is goed. Oké, okay. Ja, dat zijn dan alle body parts. Ja. Kleurtje zei u, hè? Ja, kleurtje ook nog erop, ja, klopt. Koplamp ook? Ja, als je wilt, heel graag, man. Even kijken, koplampen. Ja, dan hebben we de koplampjes erop. Yes. Collega, ik ga naar dienst. Pak maar wat je pakken kan, de rest moet maar wachten. Is goed. Als ze te klagen hebben, moet je ze maar naar mij sturen. Zal ik doen, collega. Nummerbord, moet die ook veranderd worden? Ja, kan je hem zeg maar zwart-geel doen? Ja hoor, deze. Ja, dankjewel. Ja, is het perfect. Raamtint? Raamtint, ja, doe maar het donkerste. Pure black. Ja, is het. Ah, de voorkant pakt hij weer niet. Dat is jammer, hè? Yeah. Oh, ja, man, je fluitje, fuck dat. Ja, nou, de kleur. Wat voor kleur had u in gedachten? Mat zwart en dan zomaar met een blauwe tint eroverheen. Oké, dan gaan we naar zwart en mat black. Die staat helemaal onderaan, dat is deze. Oh, dan zie je stepen natuurlijk niet meer. Ja, maar die kan je sterk aanpassen naar rood. Ja? Als het goed is, is het de optionele kleur, is dat dan? Oké. Gewoon zo dadelijk naar rood, man. Dat is hetzelfde als je een remklauw. Ja, dat is goed. De tweede kleur was? Tweede kleur is... wat zag ik nou? Oh ja, blauw. Oh ja, blauw. Mat zwart met blauw. Oké, blauw. Zo?
Is dat deze blauwe, Juri? Ja, toch deze blauwe toch? Ja, maar hij is zo dik, jongen. Dit is aquamarine blauw. Heb je nog donkere? Of is het echt de donkerste? Ja, voor mij is dat de donkerste, ja. Nee, dat is goed. Zo, je ziet er wel mooi uit. Hey, ik zeg je één tip. Die kleuren van deze logo, die veranderen. Ja, ik weet, dan blauw. Ik weet, man. Ik ken deze auto. En de optionele kleur, eventueel voor de kleur, voor die striping of wat was dat? Door de kleur, ik spreek jou. Ja, is goed man, ik spreek jou zo meteen, oké? Jo. Kan dat rood? We zullen het eens proberen, hè. Red. Ja. Dit is dik, dit is dik. Ik ben niet al verliefd, man. Ik zei het toch rood. Briljant ja, rood dus. Wat zeg je? Deze kleur rood. Heb je nog meer rood dan? Ja. Een poetsbeurtje. Dan wordt die roze. Dus candy red, cardinal red, copper red, dark red. Dit is matrood. Matrood? Ja. Oh, hou dat maar. Hou maar matrood. Oké. Niks meer aan doen. Die spiegel is zo klein, ik weet niet of zelfs in Chinees dat kan. Is camera spiegel zat, man. Aha. Dan weet je niet, opa, maar ja, in mijn tijd is dat camera. Opa, wie zeg jij opa? Je hebt grijs haar, toch? Wat, ja, van, dus. Wat moest ik met de wielen doen, meneer? Olem, ik ben 28. Wacht, stil. Wat zei je? Wat moest ik met de wielen doen? De wielen, kan je zeg maar, ik weet niet hoe die high-end wielen zijn dat volgens mij, ik weet niet hoe dat heet. Ja. U weet dat, dat de auto daar wel minder waard mee wordt als de originele wielen eraf zijn, want ze kunnen daarna niet meer teruggezet worden. Wat bedoel je minder waard? Deze wel. Hoe bedoel je met minder waard? Ja, dat is maar wat mij verteld is geworden. Lokale auto's kunnen wel, hè? Wist je dat? Het zijn gewoon normale, ze zijn gewoon van het ding zelf, maar mijn vraag, gaan we gewoon erop. High-end? Ja. Zwart dan deze wielen, deze kunnen zwart maken. En dan moet je helemaal naar beneden toe gaan, echt helemaal naar beneden volgens mij was het. Ja, nou ben ik helemaal opgegaan. Dit is oké, dan moet je rug naar boven te gaan. Verder, ja. Spitje koud hier morgen. Maar komt er geen zo'n rode land eromheen? Hoe heet die wielen met rode land eromheen? Dat weet ik niet, meneer. Bij sport misschien. Nee, dat is waar. Dat denk ik. Dat was hem. Nee, is dat ook niet die rode land eromheen? Bij sport volgens mij. Bij sport? Sport? Oké, okay, ja, kijk eens. Ja. Zeg maar zo'n rode land, zeg maar, komt er zeg maar eromheen dan. Dan moet je wel dat ding eens rood maken, hè? Wat? De kleur. Ja, dan moet je de wielen rood, moet je dan ook een kleur geven, ja, klopt. Ja, maar wacht, maar als ik die ene heb, dat is gewoon perfect, die is gewoon zwart met rood. Ik zag hem net. Je zag hem? Nee, ik zag hem niet hoor. Ik heb wel. Jij was aan het dromen. Bro, ik zag hem helemaal niet, wat zeg je nou allemaal? Ik zag hem. Ik snap welke jij bedoelt. Welke dan? Ja, is die ene met de dinges. Middenkant is carbon en dan die ding is, daar heb je een rand eroverheen, die kan je rood maken. Nee, niet de band. Ik bedoel niet de band rood maken. Ik bedoel echt gewoon, zeg maar, dat rand zeg maar, van die wieldoppen wordt zeg maar, helemaal rood. Van die wieldoppen. Oh ja, dat weet ik ook. Ja, hoe heet die? Ik weet echt niet hoe die heet, man. Wacht, alleen die wieldoppen doe je toch? Nee, zeg maar, de buitenkant van die wieldoppen wordt zeg maar, rood en dan gaan we de binnenkant zeg maar, als zwart van zichzelf. Voor mij was die echt wel bij high-end hoor, volgens mij. Hoor. Ja, is high-end, ja, klopt. Je moet even bandenkleur rood doen, man. Ja, wacht. Dan doe ik eerst even de kleur veranderen en dan doen we dan high-end. Want anders zit je nog lang te zoeken. Ja, nee, ook echt. Even kijken, dan zal ik voor de pak ik gewoon eventjes ook die mat rood gewoon. Ja. En dan gaan we nou naar wieltype high-end. Ja, voor mij. Ja, ga verder. Juist, ja, ga verder, maar dat is wat ik nou bedoel. Nee, ik weet het niet. Ga verder. Deze bedoel jij morgen? Nee, niet deze jongen. Die vorige toch? Die twee vorige. Oh, ben je al voorbij gegaan? Ja. Oh, gaan we weer terug naar beneden? Ja, gaan we terug helemaal wel? Ja, deze, ja. Ga je naar beneden? Deze? Ja. Deze, kijk. Nee. Staan ze erop? Iets anders, wat bedoel je? Hoe bedoel je? Hij combineert mooi erbij hoor. Nog iets meneer? Je gaat ze om te zien. Ja, de nieuwe lampen man.
Nieuwe lampen, die heb ik er al opgezet. Rode nieuwe lampen? Nee, ik bedoel neon. Neonlampen, oké. Okay. Dan gaan we naar de neon. Dan zijn we rood ook, en dan zijn we de banden soms ook rood maken. Oh, de rook van de banden bedoelde? Ja, de rood van de, ja. Oké. Okay. Ja, de neon zet dat gaat jou 1000 euro kosten. 1000? Oh ja, mijn fluitje. Bandenrook, die gaat dan ook naar rood. Oké, okay. Die zit er ook op. Dat was voor mij alles dan toch, lijkt mij? Of kan je nog wat veranderen? Nee, ik kan nou niks meer veranderen. Kijk, nee, dan, voor tuning moet je, moet je ergens anders zijn, bij de quickset geloof. Ja, precies. Nee, dan is het toch goed, man. Ik zeg je eerlijk, bij deze auto gewoon geen tuning zetten. Jawel, man, sowieso wel. Nee, bij deze auto gaat hij trager, hè? Wat bedoel je? Het is een probleem met deze auto. Als jij dingen erop zet, dan gaat hij veel traag. Ja, maar ik weet wel precies wat erop moet en wat niet erop moet, man. Komt goed. Dat denk ik. Ja, turbo, die armor, die kan er sowieso niet op. De armor moet eraf. Nee, turbo ook niet. Turbo dat kan niet op, weet je dat? Omdat ik deze auto ook een keer heb gereden. Toen was mijn vriend, hoe heet het? Toen had hij stop. En ging ik tunen en was die ding op pokken traag. Hoi Julian. Ja, maar hoe lang was het terug? Weet ik veel. Waarschijnlijk is dat nu al gefietst. Ja, misschien wel, precies de. Ik moet nog 1000 euro toch betalen? Wie zegt dat naar de man met het petje? Ik heb dat betaald. Ja, mooi. Dank u. Dan rij ik hem nou naar buiten. Ja, is goed, man. Kan je nog een beetje repareren? Want de achterkant zijn we beschadigd ofzo. Ik weet niet hoe dat komt. Oh, oké. Dat is ons 200 erbij dan, toch? Ja. Oké, is goed. Mijn factuur geven of hem gewoon contant? Nee, dat wordt factuur. Oké, is goed. Dus even wacht. Ja, is goed. Juist, dan is hij weg. Kijk. Alsjeblieft, meneer. Nog fijn dat we er meneer. Ja, dankjewel. Ton, je moet even meelopen met Appie. Kom. Ja, zet hem wel eerst van de kant inderdaad. Moet jij niet even je auto pimpen? Hallo? Je komt toch hier net om je auto te pimpen, toch, lijkt me, of niet? Ben je niet aan, baby? Ik hoor iemand praten. Hoor je? Ja, ik hoor u, maar waar bent u? Hallo? Hallo, ja? Waar bent u? Nee, ik ben voor u. Ik zie u niet. Wat? Nee, serieus. Ik hoor alleen uw stem. Wat is dit nou, joh? Dit heb ik zo vaak. Dat mensen mij niet zien. Dit doet me pijn. ik ga even met mijn ogen knipperen dan, hè. Is goed. Zal die zullen terugkomen. Kijk, in dit cirkeltje kan ik wel dingen doen. Stortvoorraad en neemvoorraad staat hier, maar ik mag er nog niks uithalen. Wie zit er nou, hè? Eat shit! Ja, die is opgeruimd.
Ja, het is wel een mooi gebouwtje dit, jongens. Kijk hier, loop even naar boven. Kijk. Verfcabine. Oeh, deze staat nog open. Dicht. Kijk, hierboven kunnen we dan omkleden en uitklokken, zeg maar. Dit is het kantoor van de baas. Hier zijn ze in bespreking, zo te zien, dus zullen ze maar niet gaan storen. Waarom is dat dit zo ver weg, man? Dat doen we dus niet. Hallo? Goeiedag, meneer. Dag, ziet u mij? Ja. Ja, oké, net zagen mensen me niet. Kunt u mijn auto fixen? Want er is iets met de motor aan de hand. Dan zullen we eens even gaan kijken, hè, meneer. Is die rode auto. Oké. Ja, is inderdaad kut, jullie. Ja. Oké. Ja, ik kreeg van mij nog een factuurtje. Ja, alsjeblieft niet. Oh, 300 van. Ja. Oké, dan wens ik u nog vele veilige kilometers, meneer. Ja, fijne avond. Fijne avond. Ja. Ik ben aangereden. Ben je aangereden? Oei, dan moet... Ja, kut hè, die auto weer kapot. Oh, dat heeft hij wel heel snel gedaan. Ja, nee, ik kom in de straat en komt zo de biel tegen me gereden. Ben ik helemaal tegen de muur. Oh, weer 300 euro. Ja, dat ligt eraan. Brandt er een lampje? Sorry? Brandt een motorstroomlampje? Nee. Ja, geel. Nee. Fuck. Dit is zelfs 450 euro. Oh, nou is die zelfs rood. Oh, dit is geld kost. Ja, dat kost 800 euro, meneer. Nee. Fuck. Oh. Ja, dit is een aanslag, ik weet het. Aanslag op een bankrekening, ja. Ja, als ik de rekening even betaald, doe ik hem repareren voor u. Oh, dit is niet goed voor mijn bankrekening. Nou, de volgende keer kan ik hem niet meer betalen in ieder geval. Ja. Nou, alsjeblieft meneer.
Nou, yo, zie je. Hopelijk blijf je dan langer, hè? Ja. Goeiedag meneer, kan ik u helpen? Dat kan u zeker. Ah, dat is mooi. Ik heb volgens mij letterlijk gisteren of eergisteren een APK bij jullie laten doen. Ja. En ik dacht, ik ga even kijken wat er allemaal op die APK staat. Staat er dat die precies 2 dagen geleden gekeurd moest worden? Nou, ik neem aan dat de APK-keuring niet voor 12 uur geldt. Nee, die telt voor een hele maand, meneer. Hè? Maar dan, ik laat hem wel even zien, wacht even. Ja, je kunt hem laten zien, maar ik ben een stagiair, ik ken er niks aan veranderen. Dan moet hij morgen terugkomen als er meer AMB'ers zijn. Hier, ik laat hem even zien, voor de duidelijkheid gewoon, dat je het even dat jij het ook hebt gezien. Hmm. Dat klopt toch niet? Of ben ik nou gek? Nee, want de datum dat er een handtekening onder staat is van 12 februari 2020. Precies, ik snap er helemaal niks van. Mm-hmm. Hoe kan ik dat gedaan hebben? Kijk naar die datum, dat is letterlijk nu. Mm-hmm. Ja, ik denk gewoon dat het dat een vergissing is geweest van een collega van mij. Dus ik denk dat je morgen even terug moet komen als de CEO van de AMB aanwezig is. Want alleen, ik weet niet meer wat zijn naam was. Nick Grasmaat volgens mij. Ja, Nick Grasmaat. Alleen, hij kan het APK keuren. Ja, dankjewel voor de follow, Quinboy. Huh? Maar dan moet hij morgen even terugkomen en dan als de CEO er is, zal hij denk ik wel, als hij dit formuliertje laat zien en naar de uitleg, zal hij wel een... zal hij het veranderen, denk ik. Dat is gewoon een menselijk foutje, kan altijd gebeuren. Ja, kan gebeuren, ja. Kijk, ik weet er vanaf, stel u wordt aangehouden, kan je altijd bij mij, mijn naam geven. Ik ben Daniel. Daniel, die ga ik onthouden. Oké. Okay. Nou, Daniel, bedankt voor je klantvriendelijkheid. Ik ga weer verder. Jo, bedankt. Bam, 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 bam. Nou, gaan we eens kijken of we nou naar een meldingje kunnen. Bij 60-10, ja, dat zal wel. Ja. Godsamme, doe ik het alweer, hè? Weer mijn voertuig weg. En waar is mijn polo heen, wat hier stond? Deze auto even lenen. Ja. Echt opletten dat ik het menu gesloten hou, want het is al de derde keer dat ik mijn voertuig nou in beslag laat nemen. Dat is niet goed. Dus 500 euro opnemen, kunnen we weer. Begrijp je dat? Dus de volgende keer als we jou zien.
Oh. Dat moeten we dus niet doen. Dan hebben we in ieder geval de flatbedder terug. Dan kunnen we nou eindelijk een bericht sturen naar die meneer. Zijn we gelukkig vlakbij. Er komt een treintje aan, dan moeten we eventjes... Top, oké. Oh ja, daar liggen vrachtwagen op de weg. Goedemiddag. Goedemiddag meneer. Ik ben met mijn bus gebot. Ja. En mijn motor staat niet meer. Oh, dan zullen we eens even kijken wat het probleempje is. Een rood motorstoringslampje brandt. Dan krijgt u van mij een factuurtje van €800. Als ik die even wil voldoen, dan ga ik aan de slag. Ja. Dankjewel. Dag. Zo, kijk eens aan, hij doet het weer. Komen, even ophandelen. Ja. Dank. Alsjeblieft meneer, dan kunnen we weer de pakketjes gaan bezorgen. Ja, fijne dag. Fijne dag meneer. En weer terug naar de stad. Netjes het oververkeer voor laten gaan. Hè. Die hebben voorrang dat ze groen hebben.
beetje verder. Hoppa. Mij wel meteen de volgende klant, ik weet het niet zeker. Goedendag. Kan ik misschien de kleur van mijn auto aanpassen? Dat kan zeker. Wat de hel is hij hier aan het doen? Wat? Ziet u die auto hier niet over de kop heen vliegen? Fuck? Ik ga eerst deze meneer even aanpassen. Ja hoor. Meneer, de AW ik ook zo graag alsjeblieft. Ik help eerst deze meneer. Ja, is met rust gewoon. Oh. Moet u rijden of niet? Nee, ik moet hem naar binnen rijden meneer. Oké. Okay. Wat voor kleurtje had je in gedachten, meneer? Meneer? Wat voor kleurtje had je in gedachten? Ik denk zwart of zo, mat zwart. Mat zwart, oké. Okay. Dat lijkt me wel mooi, ik weet niet. Dit is mat zwart, ja, dan heeft hij natuurlijk nog die parelmoer erop. Dan heeft hij nog een groen kleurtje erop, ja. Ja, dan komt door de parelmoer. Ja, blauw of zo? Blauw. Blauwe. Ja. Wat vindt u mooi, denk je? Wat ik mooi vind. Want jij mag wel even een mooie kleur. Dus kan ik even kijken. Dit is bubblegum blauw. Dit is wel mooi, man. Ja. Ja, dit wil ik. Oké, ja, die zit erop. Ja. Nog iets, meneer? Kan je ook velgen aanpassen? Ik moet je er wel bij zeggen, als je een andere type velg hier erop zet, wordt de auto minder waard en kun je de velgen ook niet meer terug erop zetten. Oké, okay, laat maar dan. Oké, okay. Laat maar. Ja, zo is het klaar. Oké. Okay. Krijgt u van mij even een factuurtje? Ja. Hoe duur is dat eigenlijk? €200 is maar één ding wat ik heb moeten doen dus. Oké. Als je die betaalt, rijdt de auto naar buiten. Meneer? Ah, oké. Okay. Alsjeblieft, meneer. Kan u meteen even mijn auto maken, die staat daar. Oké, maar meneer. Meneer. Hij moet eerst even gemaakt worden, denk ik. Ja, oké, maar even het volgende. Weet het, dat was niet de normale manier hoe je hier het trein op moest komen, hè? Nee, ik dacht dat ik zo om moest komen, omdat het was... Via de andere weg kon ik niet komen ofzo. Nou, die even, nou die om moeten rijden, weet het, en dan via de afrit pakken. Nou vloog je over de kop, daarom is je auto ook helemaal kapot. Ja, ik zeg het, excuses. Nou, dat wordt dus een dure rekening. Wat dan? Ja, dus even kijken. Doet hij het überhaupt? Oh, hij is op slot. Even kijken. Ja, het is dacht ik wel, dat is €800 voor... voor het motorstoringslampje. Gaat hij hem ook laten kleuren? En dan gaan we naar de bodypad. Ik weet niet wat je allemaal kan hoor, ik zie het daar wel.
Is hij gemaakt? Nee, nog niet. Daar moet ik nog mee beginnen. Ik moest eerst kijken wat er aan de hand was mee, meneer. Hoeveel kost het, meneer? 1200 euro. 800 euro voor het rode motorstoringslampje. En u mist een spatbord en een deur. Meneer, ik wens u heel veel succes. Kan de andere meneer even apart gaan staan? Anders krijgt hij dadelijk de factuur. Oh, ja, ja. Ik zal meteen betalen. F7. Oh, dat is geen voertuig in de deur. Heeft u al betaald, meneer? Nee, betaal. Mark. Yo. Wat ben je aan het doen? Ja, ik zat in een fucking raar scherm. Ik ga even die aanwezig. Ik kom zo naar Blokkenpark, garage, ja? Wat doen? Donnie is daar ook. Is goed. Hai, tot zo. Oké, hij heeft netjes betaald. Ik heb het overgemaakt, meneer. Ja, ik heb het gezien. Uw auto is weggemaakt. Oké, kan ik het ook even gelijk een kleurtje doen? Jazeker. Kom er maar mee. Wat voor kleuren had u in gedachten? Is er goud? Ja. Nou, dan graag in het goud, als ik kan. Welke van de vier? Nee. Ga eens terug naar de eerste. Deze. Doe deze maar alsjeblieft. Oké. Nog iets? Wat kan je nog meer eigenlijk doen hier? Kan je hem ook laten tunen? Nee, dat kan niet hier toch? Nee, tunen moet je bij de quickfits doen. We kunnen eventueel wel bodyparts doen als deze auto dat heeft. En er is dan eventueel ander motorkapje. Achterbump heeft hij niet, dak heeft hij niet, grill heeft hij niet, kooi niet. Sideskirts kunnen erop. Wat houdt het in? Kijk maar eens onder de deur hier. Kijk, dit is origineel. En dit komt erbij. Hoeveel kost dat? Per part is het 200 euro, geloof ik. Wat kan je hier allemaal nog meer doen? Even kijken, spatbordjes niet. Een achterspoiler. Hoeveel kost dat? Ja, dat kost ook gewoon 200 euro, meneer. Ja, doe die maar. Welke? Die hoogste. Nee, eentje terug. Ja, die. Middel, ja, ja. Oh, deze? Ja. Oké. Okay. En hebben we nog een uitlaat? Wat horen? Van de ANWB. Ja. Kan ik ook een spoiler op mijn auto zetten? Dan kunnen we zo naar kijken. Als, is goed. Als u dat heeft. Donnie, gameboy. Grappie. Meneer, kijk u achter naar, bij de uitlaat? Is goed, even kijken. Dit is standaard. Dan hebben we die nog. Hallo. En dan hebben we die nog. Goed, goed dan menu. Nee, het hoeft niet te veranderen. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Dat was het. Oké, dan wil ik het zo houden, alsjeblieft. Oké, okay. Ja, dan krijgt u van mij nog een factuurtje, nog een keer van 200 euro. Ik heb wel hard voor werk nog een dag, maar loopt wel. Die ga ik dan meteen eventjes betalen. Dank u wel, reken hem even naar buiten. Kijk uit. Bedankt, okay. U wil nog even het spoilertje erop. Ja, ik wil een spoiler om mijn auto. Sorry. Ja, hij is open. Jammer. Ah, oké. Okay. Even kijken, body parts. Spoilers. We hebben deze. Ja.
deze. Dat is een heel kleintje. Deze wing. Ja. Die zie ik niet. Deze. Ja. Die is ook weg. En dan hebben we... Ja, wat is het? Carbon? Weet ik veel wat het is. Nee, dat hoef ik niet. Dat waren ze eigenlijk. Doe maar de, die grote... Ja, wacht. Deze? Ja, deze. Ja. En kunnen we ook de uitlaten aanpassen, of niet? Even kijken, dan moet ik bij de uitlaat. Ja. Nee, die grapjes zijn toch even hier helemaal... Is die bug misschien al gemaakt? Dat die vlammen hier tussen de stoelen komen? Oké, wacht. Heeft u ze gezien? Ja, laat mij gewoon deze. Oké. Okay. Nog iets? Wat kan je eigenlijk nog meer aanpassen? De achterbumper. De achterbumper, ja, doe maar. Dan krijg je deze? Ja. Of die? Ja, die. Okay. En de voorbumper? Is dit zo'n hele dure auto, deze? Voorbumper hebben we deze. Ja. Deze. Ja. Die. Of die. Doe maar die ene met die dingen aan de zijkant. Deze? Ja, die. Ja. Oké. Okay. Even kijken, dan hebben we nog sideskirts, deze en deze. Deze heeft hij nu erop. Doe maar die hele lage. Deze. Ja. Oké. Okay. Ja, zo is die goed, man. Eventueel kan een motorkapje nog? Ja, is goed. Maar morgen heb ik niet genoeg. Dat waren ze. Ja, die wil laat ik. Ja, doe deze maar. Oké, okay, die heeft u al, die hoeft niet te betalen. Ja, ja. Kooi hebben we niet. Dan hebben we nog die grill, voorgril. Ja. Dat is dan of in het zwart. Oh, joh. Ja, doe maar in het zwart, man. Oké. Okay. Dan zet hij ook erop. Nog iets meer? Nee, man. Oké. Okay. Dan krijgt u van mij een factuurtje voor 1000 euro. Ja. Hoi! Hey. Nee, die moet ik hebben. Alsjeblieft. Als u betaalt, ga ik hem even naar buiten. Yo, thanks. Fijne dag verder, hè, meneer? Thanks, man. Ja. Goeiedag, meneer. Goeiedag. Kan ik u helpen? Ja, dat kan je zeker, denk ik wel. Ik wil hem graag nat zwart hebben met een... paarse gloed, als dat kan. Oké. Okay. En La Cucaracha horen. La Cucaracha uitlaat? Of wat bedoelde je? Nee, zo'n ik hoor klakson. Klakson. Oké. Okay, de ene noemt het horen, de andere noemt het klakson. Tutot. Ja. Ja, we gaan eens binnen kijken, hè. Wat was dat? Mat zwart zijn? Mat zwart, als basiskleur en eroverheen een parlemoer paars. Oké, hoofdkleur, black. Dit is dan zwart, ja. En dan gaan we parlemoer, purple. En moet u maar zelf even zeggen welke ik wil het hebben? Ja, even kijken hoor. Het ziet er een beetje roosachtig. Het is een verrassing voor een vriendin van mij. Oké. Okay. Kan ik niet beter dan kijken bij roos? Ja, ze heeft zo'n BMW i8, dat zei. En ik weet, ja, ze zegt, ja, ik heb een paarse kleur eroverheen. Mm-hmm. Maar, ja, of het is hier te donker, maar... Ja, deze heeft een beetje een roze gloedje erin, maar... Kijk, en als ik pink pak, dan krijg je dit. Dit is echt het roze erin. Nou, deze volgens mij. Mm-hmm. Electric pink. Ja, dan houden we het even daarop. Oké. Okay. Dan denk ik meestal op haar DNA. Mm-hmm. En dan de klakson gaan we naartoe. Klakson, even kijken. Thank you.
Ik moet zelf even kijken welke ik moet pakken. Ja, dat had ik al doen, man. Ik heb een hele lijst. Ja, ja, ja. Even kijken, is dat deze? Ja, dat is die. Ja? Ja, we doen gewoon die erop. Oké, okay. Ja, dan zit hij erop. Ja. Nog iets voor u, meneer? Kan je me een keer poetsen, als je wil. Jazeker. Eerst even hier afstappen. Hoppa. Hier staan. Ik ga ook even een factuur sturen. Mm-hmm. Ja, we hebben drie dingetjes hebben we gedaan. En 2 tot 5 opties veranderen is €400. Dus krijgt u van mij een factuurtje van 400, alstublieft. Okay. Oh, dat is een stuk goedkoper geworden. Ja, dit is niet het volledige pakket, hè, meneer? Nee, oké. Okay. Nou, dan zal ik hem even naar buiten rijden. Ik denk 5 dagen geleden was nog 1000. Ja, 1000 is het volledige pakket en dan doet hij alle bodyparts en weet ik allemaal. Ja, daarom ga je komen, want de boodschappen waren een beetje te ver, de deur moest eruit, anders ben je niet pasje, snap je? Nou. Ja, dan heb je af en toe als je gewoon de boodschap moet doen. Dank u wel. Meneer van de ANWB. Ja, meneer. Zou u mij even kunnen helpen? Ik was eerst, dat kan ik. Want deze jonge man hier in die rijopleiding, die rijdt de hele tijd mijn auto kapot. Ik heb nu 3 keer een repair kit erop gegooid, maar in die rijopleiding. Kijk, nu rijdt hij snel weg. Die rijdt 3 keer tegen mijn auto aan. Hmm. Ja, die moeten ze dus nooit het rijbewijs geven dan. Nee. Welk autootje is dat, meneer? Die Seat, hiervoor. Die Seat, oké. Okay. Want ik heb nu geen repair kit meer en ik kom niet verder dan dit. Hmm. Zou u hem voor mij kunnen maken? Ja, zeker kan ik dat maken. Hartstikke mooi. Is toch lekker druk, Julian? Wat zei je? Oh nee, ik had het tegen iemand die via mijn bodycam meekijkt. Oh zo. Die meneer die zei van je bent de hele tijd bezig, het is druk. Ik zeg ja, daar hou ik van. Ja, is wel een mooie auto, hè? Die van mij is ook mooi. Ja, een hele mooie auto. Ja. Hè? Maar ja, ik heb alleen wat minder leuk nieuws voor u, meneer. Dat, die men, dat hij zo'n defectuur krijgt van €800, want het rode lampje branden. Godver. Dus dan kunnen die mooie meneer in die leswagen hartelijk bedanken. Wat zat nou, waar ze een nieuwe regel of zo? Rood lampje gelijk €800. Nee, als het geel lampje brandt, motorstoringslampje is €300, een geel lampje is €450 en een rood motorlampje is €800 en hier branden de rode van. Oké. Okay. Nou oh ja, dan moet ik even wachten met die van kleuren, want ik heb maar €615. Er is tekst. Ik neem aan dat ik aan u dan moet geven? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, zorg dat je hem even snel betaalt, zeker als je het geld hebt. Ja, ja, maar ik ga nu aan het werk dus. Hmm. Nee, is goed. Dan betaal ik hem zo wel. Is hey, goed. Bedankt, hè. Yo. Ja, dan moet ik... Hallo, meneer. Hallo meneer, ken ik u heb, van dit? Kijk, ik een klein beetje, de deur is uit van het boodschappenauto. Hij mist een deur uit. Boodschappenauto, ja, ja tuurlijk. Ik had te veel boodschappen, toen moest ik even de deur eraf schroeven. Maar daarna ben ik, de deur past er niet meer in, dus ik moet nu de nieuwe deur halen. Ja, dan moet ik hem toch even naar binnen rijden. Oh, dat is goed hoor. Is de auto open meneer? Ja, nu wel. Dag Calvin. Oeh, jezus, dat ding dat accelereert ook weer. Ik rij hem gewoon hier dan op. Wat zegt u, meneer? Hij is wel een beetje langzaam, mijn boodschap houdt een beetje langzaam, hè? Beetje langzaam? Ik geef gas, ik zit bijna meteen tegen het hekwerk ja, op zo hard, trek dat ding op. Is niks. Ik heb nog BMW. Ja, die gaat snel. Aha, ja. Maar misschien heeft u een nieuwe deur voor SQ5. Voor boodschapauto. Ja, ik zou even op het rek kijken, ben ik zo bij je terug. Oké, okay, dat is mooi. Ik ga zondag naar de stad met Joris. Ah, lekker toch, Calvin? Ga je naar hem toe of komt hij naar jou toe?
Zo, nou een deurtje. Handjes omhoog. Er is, ja. geen SQ5. Is boodschappenauto. Boodschappenauto. Dat is toch een Audi SQ5, of niet? Ja, ik ken geen SQ5. Ik ken alleen boodschappenauto. Oh ja, ik heb de goede deur, meneer. Oh, ik hoop het. Even shoppen en eten. Ja, lekker toch. Is je gegund, joh, Kelvin. Boah, die deur is zwaar. Hoppa. Let alles wat bij kaas onder, hoor. Is goede, boodschap. Je moet boodschappen heel snel van A naar B. Wat voor boodschappen heeft u dan gedaan, meneer, dat u de deur uit me zou? Ik shop heel veel champignons, haal ik altijd. Champignons? Ik hou van champignons en de spinazie is goed. Hmm. En dan heb je ook wat poedersuiker, maar poedersuiker is heel moeilijk te krijgen. Ga je bijna nergens krijgen. En af en toe nog wat druifjes. Hmm. Even kijken, bodypass. Ja, dat wordt dan een rekeningetje van 800 euro. 800? Oh, is niks. Alsjeblieft. Ja, als je zo'n dikke SQ5 kan rijden. Ik geef je nog een klein beetje fooi dan. Fooi? Oké. Okay. Alsjeblieft, hele kleine fooi. Ja, hele kleine fooi, 500. Dat is toch een net fooitje. Ja, dat is niet zo heel fijn. Ik zal hem even naar buiten rijden voor u. Dat is heel mooi. Oeh, moet hem wel starten. Jazeker, Julian, ik heb 500 euro voor je gekregen. Lekker toch? Nee, heeft uw deur niet zo goed gemot. Oh, bij mij is de deur er nog uit. Misschien bij u niet. Oh, bij mij zit de deur er nog in. Oh, maar ik zal even kijken. Oh, geen... trekt hij alweer de deur eruit? Godsamme. Ik denk dat geen deur eruit, toch meneer? Dat doen we toch even opnieuw. Ja. Die deuren zijn niet zo sterk van deze auto. Ja, dat is te merken. U trekt hem met geweld uit de auto. Ja, ik elke dag sportschool. Ja, nu zit hij helemaal mooi in. Mooi. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. Fijne dag nog, hè. Fijne dag. Ja, ik heb ze toch wel bijna op 40k, Julian. Oh, daar komt de volgende alweer. Oeh, dat is een mooie Ferrari. Denk ik. Goedenavond. Goedenavond meneer, kan ik u helpen? Ja, ik zou graag mijn auto willen laten repareren. Er zitten een paar crashes op. Dat kan meneer. Ah, komt er nou alweer een daar overheen gevlogen of wat? Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Kijk hier! Dat is toch niet normaal wat hij doet daar? Zullen we er even heen lopen en even vragen wat hij aan het doen is, joh. Ja. Oei. Hallo? Wat de hel is dit? Ongelooflijk. Ik ben zo blij dat hier een muur is gebouwd. Ja, ik ook. Maar ja, ze proberen er nog overheen te rijden. Dat vind ik knap. Ja, nee, ja. En dan moet ik hem dadelijk weer gaan maken. Ja, ik zal het gewoon niet doen, hè. Maar we zullen eventjes die paar krasjes eruit gaan halen bij u. Ja, is goed. Zullen we even meteen van het slot afhalen? Oei, oeh, dat, die ziet ook wel leuk uit, die auto. Ja, het is een aparte kleur. Hmm. Ja, u heeft een mooie kleur, meneer. Mooi apart. Verboden om momenteel blokkenpaard te komen. Nieuws, oké.
High five, meneer. High five. Je bent goeie meneer. Ja, u ook. Waarom bent u niet in de Piaten thuis eigenlijk? Omdat ik nog leef. Ja, maar nog leef. Maar misschien, ik niet beledigd. Ik ga niet naar bejaardenhuis. Nee, ik ga niet naar bejaardenhuis. Ik leef tot ik dood ga. Ik ga niet in zo'n stink bejaardenhuis zitten. Dan kan ik net zo goed zelfmoord plegen. Heeft u die vraag gekocht voor een pensioen of zo? Nee joh. Alsjeblieft meneer, hij is weer krasvrij. Fijne dag meneer. Ik heb een tijdje bij taxi gewerkt. Heel hard gewerkt. Dus daarvan heb ik het gekocht. En daar heb je pensioen van opgebouwd toen die auto gekocht. Ja, en misschien nog andere dingetjes gedaan waar ik het niet over ga hebben. Oh, jij het... Pom, 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 pom. Ik ben dan. Hallo, Sean. Aangenaam kennis te maken. Aangenaam kennis te maken, Sean. Ik vind je aardig persoon. Oh. Ja, ik u ook. Misschien... Als ik je nummer misschien zou mogen, kunnen we misschien... Je mag mijn nummer wel hebben, hoor. Dan kunnen we een keertje afspreken, ik vind het wel gezellig. In een piano thuis, misschien een keer afspreken. Houd toch op, joh, we gaan naar de Bingo Club. Ja, is goed. Naar de Bingo. Casino, dat vind ik wel. Nee, naar de Bingo Club. Moet ik mijn nummer opnoemen of jij zegt nummer? Zeg maar je naam eerst. Daan Vogelen. En wat is je nummer? 842. Streepje 9572. Probeert hij nou echt? Oh, ik wou net zeggen. We gaan samen een keer naar casino en alles gaat weggooien, ja? Nee, de laatste keer dat ik daar ben geweest heb ik dus echt... 10.000 muntjes verlies gemaakt. Sorry, ik ben een... Had jij gezien van Kevin? Die had hele grote winst gemaakt, dat klopt. Ja, ik kom er even invallen, de ANWB. Kan ik zelf mijn... Ja, mijn auto staat hier heel dicht bij mijn weg, zeg maar. Zou je misschien... Ja, dan ben je ook een beetje zelfschuld, omdat hij hier tegen de muur oprijdt. Nee, dat is niet waar. Ik heb het toch zien gedaan, meneer. Maar deze meneer was al als eerste aan de beurt. Die was als eerste. Ik moest even... Ja, maar die meneer heeft geen geld, hij heeft geen Ik moest ANWB net nog een klein beetje voor je geven, want ik had een klein beetje weinig voor je gegeven. Oh, okay. Oh, hij heeft wel geld. Nee, grapje. Ook weer even aan de kant, voor ik voor je aan u geef, dat is niet goed. Wat ga je doen? Even aan de kant jij. Om de hoek staan? Dus... Nee, aan de kant jij! Oh. Oké, meneer. jij net mijn SQ5 maken, jij weet boodschap had al, ja? Ja. Ik ga maar 500 euro voor, dat is niet goed, hè? Is dat niet goed? Oké. Okay. Ja, ik meneer, vond het al... Meneer, zwarte pak, er zit een olifant op je voet. Alsjeblieft, meneer. Och, nog meer, 2000 euro, dankjewel. Ja, dus, op je mel. Doe normaal, man. Is goeie fooi. Ja, dat is hele mooie fooi. Mag ik ook al wat fooi als ik je schoenen zo maak? Ja, maar jij zei net ook al, er stond olifant op mijn voet. Ja, meneer? Ja. Die was een beetje vies, wacht, ik ga hem even schoonmaken. Als jij schoon ligt, dan krijg je 500 euro van mij. En waar staat die auto dan? Oké, dat ga ik weer niet doen. Dat gaat weer een beetje te ver. Nee, dat gaat niet, oké. Op de snelweg. Ik zie je wel een keer bij Bingo Club, oké. Zeg maar eens bij de Bingo Club. Zet dat witte pantootje daarachter. Dat hele kleine autootje. Ja, de reed hier net vol met tegen die muur op hier. Ja, maar hier, ik dacht dat er geen paal stond, zeg maar. Dat was... Ja, denken moet ik me nou aan een paal overlaten, meneer. Ja, ik moet echt een bril kopen. Nee, ik zal straks de normale route pakken. Ja, dat leek me verstandig. Nou ja, zullen we eerst maar eens even factuur geven? Omdat ik ook nog helemaal hier naartoe moet lopen. Ja, het is... Ja. Ja, met welke spier betaal je eigenlijk facturen? De F7 spier, meneer. Meneer, een klein beetje korting. Klein,
klein. Nee meneer, dat ken ik niet aan het begin. Maar u zei dat het... Zeg maar, het was toch donderdag 20% off of woensdag of zo. Zeg maar. Daar weet ik niks vanaf. Ik ben geflitst. Hoe kan dit? Ik heb allemaal facturen, man. Het is echt niet grappig meer. Oké, ik heb het al. Dat is echt niet normaal. Maar dat kan niet eens. Volgens mij ook gewoon aan de snelheid, maar goed. Door de stad is het 50, meneer. Ja. Nou, alstublieft, hij is weer gerepareerd. Dank u wel, meneer. Dank u. Ik ben u heel zeer dankbaar. Okay. Ik ga niet meer tegen een muur aanrijden. Maar dat was ook niet de bedoeling, maar... Mm-hmm. Die stond er nou eenmaal. Okay, dan ga maar even naar een optijger toe, dan kun je een bril laten aanmeten. Niet meneer. Jo. Die muur ziet toch even ver af, of niet, aan jullie? Nou, dan heb ik ook een rekening gestuurd in plaats van 800.000 euro. Ik moest er ook helemaal naartoe lopen. Jazeker, reiskosten te voet. Laat op, kom maar weer een auto aan. Oeh, hey. Ik ben vergeten de poort af te sluiten. Ja, dat is een mooi gebouwtje, ja. Dit is die parkeerplaats tegenover Rode Garage. Goeiedag meneer, kan ik u ergens mee helpen? Ik ben een beetje aan rond aan het kijken. Oh, alleen maar rond kijken, ja. Zou u dan naar buiten willen gaan? Ja, is goed. Zo, door dicht. En hierboven is ook een verdiepingje. Dan moet ik zo meteen uitklokken, maar ik moet eerst even mijn... Een truck, een flatbed inleveren. Inleveren in mijn garage zetten hier. Hallo, stop. Wat? Hallo. Wanneer gaat de winkel open? Want ik wil mijn auto graag tunen. Ja, dan ga maar voor even staan, dan kom ik eraan. Want ik wil even naar zwart, ja. Ja, ik kom eraan. Zo. Hey, goedenavond. Goedenavond, meneer de ambulancier. Ik had een meldingje naar jou gestuurd. Ja. Maar ik had er zo'n gevoel dat je druk bezig was. Dat klopt. Maar mijn motor is naar de Filistijn. Oh ja, ik zal hem even snel voor u maken. Top. Moet ik trouwens hier ook kosten voor nee, geven? Nee, niet voor de overheid. Ah, de overheid is gratis. Oké, weet ik dat ook. Nee.
Ik had het toevallig afgelopen week met een andere collega een discussie over. Toen heb ik het even met jullie baas besproken hoe dat nou zat. En toen heeft hij de regels erbij gepakt en toen las hij het verwoorden. Hallo, hoe werkt dit? Even een momentje meneer, ambulance medewerkers gaat voor. Ja, u gaat levens hè, dus Ja, nou, vergeet mijn melding maar dan die ik heb gemaakt. Is goed. Dan wens ik het nog een hele fijne avond. Jo, dankjewel. Jojo. Hallo. Zo, nou kan ik u helpen. Ja, ik heb net een polo gekocht en ik wil hem denk ik naar mat zwart of zo. Oké. En hoezo gaan deze kniplichten steeds aan? Ik weet niet hoe ik die uitzet. Die kun je met de backspace, of backspace spier uitzetten. Hoeveel kost het om naar mat zwart te gaan? Als je alleen de kleur wilt veranderen, 200 euro. Oh, ja tuurlijk, doe maar. Wat kan ik nog meer allemaal doen? Ik heb hier geen opties, zeg maar, en zo. Ja, dat moet ik allemaal doen, meneer. Shit, maar hoe moet ik weten wat alle opties zijn? Die kunt u zien op het moment dat ik eroverheen ga, zeg maar. Hij heeft geen spoiler en zo. Hij heeft geen achterbumper, dak kun je niet doen. Grill niet, kooi niet, motorkap niet, skirts niet, spoilers niet, uitlaat niet. Ja, je kunt dus totaal niks van bodypass opzetten, meneer. Ik ken eventueel wel de blauwe neon verlichting of xenon verlichting aan erin zetten. Oh nee hoor, doe maar alleen de kleur naar zwart. Mat zwart. Oké, dat gaan we doen. Hoofdkleur, black en dan mat zwart. Deze kleur, meneer? Ja, helemaal top. Oké, dat is hem geworden. Nog iets voor u? Nee, dat was hem. Oké, dan stappen we uit. Krijgt u van mij het factuurtje. Alsjeblieft. Top, dan kun je betalen. Via de F7 spier. Of via de telefoonapp, kan ook. Zo. Ik heb betaald. Ja, ik zie het. Dankjewel. Nou, bedankt. Graag gedaan, meneer. Doei. Doei, doei. Ik zal even de deur openmaken. Dit is lekker druk. Hier aan de hand dus. Oké, dat maakt niet zoveel uit. Dan gaan we eens kijken of we nog iets vinden. Hallo, mijn voertuig is defect. Kun je komen helpen? 1 minuut geleden. Zullen we daar nog mee heen rijden dan?
Nee, Kian. Dit is West-Duin. Roleplay. Gewoon een keer een afwisseling dan? Nee. Dat zeg ik niet. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ik had dus een botsing uiteindelijk, maar diegene is gewoon doorgereden. Ja. Zonder knipperlicht ging hij in één keer naar links. Dus hij botste vol tegen mij aan en toen begon mijn auto niet meer te werken. Hmm. Ja, dus zullen we eens even kijken wat er aan de hand is. Ja, dat is goed. Even kunnen we de motor kapot maken. Jezus. Ik ga toch eventjes hier staan voordat ik dadelijk dood ben. Blijf lopen. Alsjeblieft meneer, heeft u een factuurtje van 800 euro? Ja, dank u wel. Dus u even betaald, mag u daarna uw weg vervolgen? Ja, is goed. Dank u wel. Dank u wel en fijne dag verder. Ik ben zo goed als weg, ja, bij Rovijn, Kia. Maar dat project hebben we het wel na de stream over. We zijn nou lekker aan West-Duin. Dan zijn we aan het werk als ANWB stagiaire. Ik hoorde het straks van de CEO van de ANWB, een van de bazen dan, zeg maar. Dat hij niks anders dan goede dingen hoorde over mij en over nog iemand. Dus daar was hij helemaal happy mee. Nou, is toch leuk om te horen. Hier kun je ook bankovervallen doen en auto's stelen en verkopen. Maar ja, dat doe ik uiteraard niet. Ik wil gewoon op het legale pad blijven. Nou.
gekregen. Kan ik hem opruimen? Ja? Goed bezig. Ja, is dat uw auto? Nee. Okay, ja, ik zag hem mijn hier staan. Mijn auto zien anders uit. Oké, ja, ik zag hem net hier staan, dwars op de weg. Ik denk eens kijken of ik hem kan opruimen. Ja, daarom kom ik hier naartoe. Ik denk, ga maar opruimen. Maar doe maar lekker. Lekker roleplay maken. Roleplay? Er is helemaal niemand hier. Hier, auto's opruimen. Ja, zeker. Ik zal hier wel die wegpakken. Dan pak jij die aan de overkant, goed? Aan de overkant. Ja, is goed. Oké. Okay. Oh. Ja meneer, rijd door, anders kom ik niet in mijn auto. Eens kijken, doet hij het nog of doet hij het niet? Ja, hij is helemaal stuk. Job. Goed bezig. Ja, ja moet toch een beetje zorgen dat de stad schoon blijft, hè? Ja, daarvoor ben ik hier. Maar doe ik de andere jasje aan en dan is het duidelijk. Ah, ik stond er wacht aan, ik zag de auto's hier staan. Ik denk, dat was wel prima. Ja, zeker. Ook goed bezig. Ja, jij ook. Goedjes, man. Jij ook. Hoi. I know, Julian, dat een god is. Ik heb hem al eerder gesproken. Oh. Wat? Oh, het is ook een AWB. Nee, het is een god. Maar ik heb hem vaker gesproken, weet het, je bij blokpark. En ik ben al een keer met een beetje vissen en zo. Daar gebeurde zo'n blokkenpark, dat is een safe zone en daar hebben ze extra die dingen neergezet, weet het, zodat er niet gevdm'd en alles kan worden, zeg maar. Dat is echt een slow zone. En ook een safe zone, dat is ook wat je op de map ziet, die grote witte cirkel. Ja, vind ik wel. Oh, ja, gaat die rijdt de hele lantaarnpaal eruit. In principe niet, nee. Maar eerst had je nog eens het probleem met dat ze... gewoon met de auto's hierin dood konden rijden. Dus ja, dan al met die blokken en alles, dat zo'n slowzone is geworden, kun je dat niet meer. Dat is wel fair. Ik moet alleen niet vergeten dat ik het menu dadelijk uitzet, want anders heb ik een probleem. Even kijken of we die connection bus op kunnen ruimen. Hoppa, die is ook weg. Lekker jongen. Ja, we moeten het ook een beetje opruimen. Ja, maar het is een zootje hier vandaag in de stad, hè? Ja, ze moeten gewoon de spullen opruimen als ze het gebruiken en dat doen de mensen niet.
Het zijn allemaal een beetje van mijn nieuwe mensen die een beetje lopen herrie te schoppen hier. Mm-hmm. Ja, irritant, man. Ja, hey, je hebt een leuke baan. Heb ik een leuke baan, ja, van de Goek. Ja, ja, het staat een beetje netjes, weet je. Mm-hmm. Ja, daar hou ik van. Ik hou van netjes. Ja, ja. Hey, maar ken je ook een beetje goochelen, of niet? Goochelen, hoe bedoelde? Jij kent mijn auto niet van hier naar daar zetten. Hoe staat hij vast dan? Kijken? Nee, nee, hij doet het weer. Dank u wel, man. Bedankt voor de hulp. Yo. Kijk uit! We zijn in de buurt zijn van een voertuig, ja. Goeie. Oh, snel een menu uitzetten, anders ben ik dadelijk mijn auto weer kwijt. Maar ik ga weer succesvol. Ja, is goed, Julian. Fijne avond nog. Ja, dan heb ik een eerste boete. Staan de wolf van een klantje zwier. Hij rookt een biertje. Goeiedag, ja, meneer. Kan ik u helpen? Maar. Ja, graag. Komt maar. Ja. Mijn Audi rookt een beetje. Slangetje gesprongen. Ik weet het echt niet, meneer. Op een gegeven moment ging het fout en, mm-hmm. En op een gegeven moment rookte het ding helemaal. Dus ik denk, ik ga maar snel naar de AWB toe rijden. Dat is verstandig voordat u meer schade krijgt. Ja, precies. Sowieso is het jammer dat er iemand tegenop op je knalt. Maar ja. Ja, inderdaad. Ja, we zullen eens even kijken of er wel ook nog storingslampjes branden. Ja, graag, graag. Oh. U kunt open doen hoor, meneer. Oh, wat doe ik? Wat doe ik nou? Oké. Okay. Dat is een geraakt raam. Ah, er brandde in ieder geval geen storingslampje. Oh, oké. Okay. Dus ja, dan komen we uit op 300 euro gewoon, hè. Dan geef ik u even het factuurtje. Zijn je nou 500 euro? Nee, 300. Ja joh, geef maar een factuurtje. Joh. Ja, die rode meneer wil hem graag betalen. Hè, meneer? Ja, ik heb hem al gegeven. Ik betaal voor Maxi, dus goed. Wie heb ik de factuur gegeven nou dan? Mij. Oh. Ja, dan moet hij hem toch betalen. Hoeveel is die, Max? Hij is 300. Jeetje, wat een duurde man. Ja, ik weet het. Dankjewel. Ja, dat is het. Ja, omdat ik niet bij de begrafenis van je broertje kon zijn. Hè. Ja, ik vind het echt heel jammer. Ja. Was u goed bekend met Jack Sinusappel? Ja, en zijn broer ook, hè, Camille. Oh, Camille ook. Ja. Mijn andere broer. Ja. Zo. Ja, en daarvan ook weer een broertje, Bert. Die kon ik ook heel goed. Oh, Bert. Ja, Bert. Ja. Ja, arme Bert. Ja, dat was een warme meneer van me. Ja. Was... Is u op uw netvlies weer gered? Ja. Wat zei u, meneer? Is u op uw netvlies weer gered? Ah ja, mij is zeker gered. Ja, zeker. Ja. Ja, mooi. Uit. Ja, dan wens ik u nog een fijne dag. Hij is wel een beetje vies. Dank u wel. Oh. Ja, dat vind ik ook. Moet ik hem ook nog even poetsen? Ja, voor die 300 kan dat wel, denk ik. Kan er wel vanaf, toch? Ja, doe me dat ook nog even. Helemaal top. Huts. Maar Bert was overgegeven door de Ferrari, had ik begrepen. Ja, dat was ook triest. Ja, welke Ferrari? Alleen zijn enkels stonden nog op de grond, de rest vloog door de lucht. Oh, lekker. Zo is die mooi, man. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel, meneer Aan. Ja, ik ben een goede poetser. Ja, dat vind ik ook. Jeetje, joh. Wat een prachtding. Ja. Maar een mooie kleur vond ik toegeven. Heb je hem wel voor de goede prijs gekocht of voor de dure prijs? Nee, deze heb ik voor heel goedkoop gekocht. 55.000. Ja, dan wens ik hem ook een fijne dag verder aan meneer. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Oké, okay, duidelijk. Yeah. Hey, hoe was je naam ook alweer? Ik ben de naam kwijt. Wie, mij? Nee, van de rode.
Meneer de ambulance, ik zou, of meneer de ANWB, ik zou graag... de ambulance. Ik wil graag reparatiesessies kopen, kan dat? Nee, dat mag ik nog niet, daar heb ik nog geen training voor gehad. Oké. Zou je die krasjes uit mijn voorpumpen kunnen halen? Ja, dat kan. Oh, dat is tof. Mijn naam is Bubba Nukkel. Bubba? Is dat deze BMW? Ja, klopt. Okay, is die open? Ik hoorde ook mensen Champie noemen, maar... Ja, dat kan ook, ja, dat is mijn bijnaam, hè. Maar, bijnaam. En de van de ANWB's naam? Mijn naam is Daniel. Daniel, oké. Nee, ik ben Max Sinusappel. Dag meneer Sinusappel. Hallo, u kent waarschijnlijk mijn broer wel, Jack of Bert of Camille. Of Camille. Hallo! Jezus. Hello. Hey. Hey, het is Simon. Simon is mij nog 40.000 euro schuldig. Waar is Nick? 40.000. Waar is Nick? Wat zei je? 40.000 hoor. Ja, dat is dat trouwens, dat ze via daarachter, via die hoek, proberen hier erop te komen. Er zijn er al drie dat doet u bedoel maar snel. Ja, dat is een mooie dag gedaan, heb je. Kost die ook 300 euro? Ja, kost dat ook 300. Ja, ik vind het allemaal prima, joh. Je moet ook je geld verdienen, hè. Ik heb een factuur ontvangen. Kijk, hartstikke goed. Bedankt, de groetjes. Doei. Ik betaal hem wel. Is goed. Hey, wacht, ik kom even discord en leg ik je de kiertjes in. Ja, ik kan dat betaald. Ik kan dat morgen. Hij gaat op de auto. Oh. Kun je achter mijn auto? Jazeker. Ja, was jij voor in mijn... Hallo. Ja, dat kan ook morgen, maar anders, het is heel snel uitgelegd. Oké, ja, ik heb hier wel al die kitjes zien zitten en alles. Er zit nog wat meer in. Ja, maar ik leg het je anders heel even vlug uit. Het is gewoon... Je vraagt te veel kitjes. De prijs heb je normaal gezien gekregen. Van de kitjes. Als het goed is dat met al die prijzen? Ja. Die heb ik hier naast me uitgeprint. Ja, dat heb ik hier, ja. Ah wel, dus basically, zoals je misschien ziet, bijvoorbeeld Youssef Al-Habi heeft dat gedaan. Persoon in kwestie, John Koska, bijvoorbeeld. Dan is, bij persoon in kwestie doe je de persoon waaraan je de verkoopt. Dan aantal in kluis, hoeveel dat er in de kluis zitten, dat moet je ook checken. Niet afgaan van, oh, de andere heeft het juist gedaan. Gewoon checken hoeveel dat je verkoopt en hoeveel dat erin zit na de verkoop. Dat is om te voorkomen dat we niet, of om te zien of dat er mensen misschien eruit hebben gehaald en dat niet gemeld hebben. Ah, oké. En dat is eigenlijk basically it. Ah, zo. Dus persoon in kwestie moet ik dus neerzetten wie het koopt, het aantal wat in de kluis zit, het aantal wat verkocht en wat er dan nog erin zit. Ja. Oké, duidelijk. En dat moet je gewoon checken dan. Is goed. Meer moet je gewoon niet doen. Oké. Dus daarmee dat ik het nu even vlug wou doen, omdat je het dan... Het is niet zo moeilijk. Oh, ja. Ja, kan ik ze tenminste ook wel verkopen, ja. Nog succes met je stream. Ja, ik blijf nog wel even hangen. Ja. Oeh, moeten we weer eventjes die pakken. Nou, dan hebben we heel eventjes een klein rustmomentje zo te zien. Dan maak ik even het poortje dicht. Ga ik heel eventjes een toiletpauze pakken en wat te drinken. Let's go terug.
daar ben ik weer. Zo toch. Zet, wacht dan maar. Goedendag. Goeiedag meneer. Wat komt hij nou doen? Ik weet niet wat die heen is, maar... Oeh. Hoi. Hoi. En u bent? U bent? Ik ben Yusuf. Oh, hey, ja, ik zie dat jullie in één keer in het kanaal zitten. Okay. In het oortje. Jezus. Zijn we dan? Ja. Weet je wat het nieuw is? Sinds gistermiddag. Oké. Wat vind je er tot nu toe van? Lekker druk. Lekker druk? Ja, ik heb nu voor het eerst wel even een paar minuten rust. Hallo. Ja, als je hulp nodig hebt, dan moet je het in de ding zetten, hè? Ja, maar het moet niet een verplichting worden voor anderen, dus... Nee, natuurlijk niet. Nee, maar als je gewoon, het is ook vrijwilliger, zeg maar. Gewoon vragen of iemand wil helpen, het is niet verplicht natuurlijk. Nee. Maar, ik hoor dan ook aankomen. Volgens mij. Luister het over, volgens mij. Wat dan? Wat zei je nou? Oh, niks. Even kijken, staat iemand voor? Zo, dikke BMW. Die waar niemand in zit. Oh, auto. Wil jij die doen? Doe jij maar. Oh, dat zijn we ook doen. Oh, sorry. Tjonge jongen, laat je weer met mijn kale hoofd zien, hè? Ja, sorry, ik kwam met mijn arm tegen mijn, goedendag, tegen mijn been. Nou, doe maar. Oh. Wat loopt er dan? Zo heen. Dat wordt nou druk hier met de politie. Wat is dit nou? Het wordt nou druk met de politie hier. Dat is iets met iemand er aan de hand. Oh, Jezus. Oh. En die andere politie staat er gewoon bij, zo van ja. Die kan ook niet rijden, die persoon en zo, Audi. Nee. Ik ga eens even mijn flatbed opruimen. Oh ja, is goed. Yusuf. Ja, daar ben ik niet. Yusuf, meneer. Kan jij misschien iets over... Kan jij misschien... precies. Ja, dat staat mooi geparkeerd hier. Ja, ik reed langs en ik zie dit. Ik denk, ik zeg het even. Ja. Zo, rustig aan, hè. Rustig aan, Dag mevrouw. Dag mevrouw. Even zien hem in het beurtje. Ik zag ineens een auto vliegen. Ja, kom er ook niet in. Gemaakt met iemand of zo? Nee, de ANWB werd verboos en die reed toen daarin. Ja, je weet hoe het gaat, hè.
Hey. Maar nu weg. Of niet? Wat bleef? Oh, wat? Ga jij naar die melding? Nee, ik ga mijn voertuig inleveren. Ik ben de hele avond in dienst geweest. Oh, nee, oké, dan ga ik naar die melding. Jo. Iedereen weer bedankt voor het kijken en voor de follows. Wil je vaker deze dingen zien, dan zou ik zeggen, we hit de follow button. En dan wens ik jullie nog een fijne avond en tot de volgende keer.